Ik ben Ronnie Roktes. Ik ben van de partij Algemeen Belang Groot Hulst. En ik sta op de tweede plaats. Ik ben Mildred van der Poorten, lijsttrekker voor de SP. Ik sta op nummer 1. Nergens in Zeeland zijn lokale partijen zo sterk vertegenwoordigd als in Hulst. In totaal 14 van de 21 raadzetels worden nu door leden van de 4 lokale partijen bezet. Hulst Anders, Progressief Hulst, Groot Hontenisse en de grootste partij is Algemeen Belang Groot Hulst. Ik denk dat er wel een goede mengeling zou moeten zijn tussen landelijk en lokaal. De kiezer bepaalt is een afspiegeling van hetgeen wat de mensen van Hulst wil. Dus ja, wij zijn er alleen maar blij mee. De verschillen tussen lokale en landelijke zijn niet altijd groot. Ik denk, zoals wij de afgelopen 4 jaar in de oppositie samen hebben gewerkt, dat Algemeen Belang Groot Hulst het dichtst bij de SP staat qua standpunten. Als ik naar de SP kijk, ze hebben wel iets extremere opvattingen dan Algemeen Belang Groot Hulst. Maar we hebben de afgelopen 4 jaar ontzettend plezierig met elkaar samengewerkt. Hoe kan het toch dat lokale in Hulst het zo goed doen? Ik denk ook dat dat mede veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld een ontpolderingsdossier, net zoals de Hetwiegen. Ja, de mensen die hebben dan krijgen dan wel een klein beetje genoeg van de landelijke partijen en dan komen ze toch makkelijker bij een lokale partij terecht. Mijn idee is het van oudsher gekomen omdat er veel kernen waren natuurlijk. En daar waren vaak kleine lokale partijen die daar zaten. En met de samenvoeging zijn die natuurlijk ook meegekomen. Beide partijen geloven in een goede uitslag tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Op zich denken wij dat we zeker 2 zetels kunnen halen, dus dat is een verdubbeling, maar we gaan voor 3. Voor de verkiezingen hebben we een gigantisch mooie uitslag met 5 zetels neergezet. En helaas is dat niet beloond geworden met een wethouderszetel. Ja, dan gaan we er nu nog eens extra met volle kracht tegenaan, zodat we liefst nog meer stemmen hebben, zodat we nu zeker een wethouder kunnen leveren. En dan gaan we alles op alles zetten.